welkom bij de Vierrijke Biocast. We gaan eens kijken hoe we alle organismen op aarde kunnen indelen in vier rijken. Hier zien we een heel mooi exemplaar. Organismen, dat zijn levende wezens, dat weet je nog wel. De eerste groep waar we het in kunnen delen, het eerste rijk, dat is het bacterierijk. En bacteriën, die hebben een aantal dingen gemeenschappelijk. Als we naar een bacterie kijken, dan heeft hij een celwand, hij heeft een celmembraan, dat rode lijntje, hij heeft cytoplasma, oftewel celplasma, en DNA, het erfelijk materiaal wat los in de cel ligt. En er zit een paar draden aan, dat is niet altijd zo. Je hebt gelukkig nuttige bacteriën, melkzuurbacteriën, hier zie je er een paar, die gebruikt worden bij het maken van kaas en yoghurt. Bacteriën die het afvalwater voor ons zuiveren. De meeste bacteriën zijn gelukkig heel nuttig. Helaas heb je nog een paar andere die schadelijk zijn. Bijvoorbeeld de MRSA-bacterie die je in ziekenhuizen soms hebt. De bacterie die hersenvliesontsteking veroorzaakt. En wat je vast wel een keer meegemaakt hebt, voedselvergiftiging. Dat zijn niet zulke fijne bacteriën. Cholera wordt ook overgebracht door bacteriën. En als die bacteriën in het drinkwater zitten, dan kun je verschrikkelijke diarree krijgen en daaraan doodgaan. Dus daarom is schoon drinkwater van levensbelang. Bij ons heel normaal, maar niet overal op aarde. Als we kijken naar die bacterie, dan had hij een celwand, hij had geen celkern, hij had geen bladgroenkorrels, geen vacuolen en hij bestaat altijd uit één cel. We gaan kijken naar het volgende rijk, de schimmels. En hier is een schimmel, die heeft ook weer een celwand, ook weer een celmembraan, heeft een celkern. Hey, het DNA ligt niet los in de cel. Hij heeft celplasma en een vacuole. Dat betekent, die schimmel, die is ook nog wel eens nuttig voor ons als we kaas gaan maken. Gist, een bijzondere schimmel die we gebruiken. En paddenstoelen, wat de vruchten van schimmels zijn. Een bijzondere schimmel is de penseelschimmel die je krijgt als je ziek bent, als je antibiotica krijgt. Kaas, bier, brood en paddenstoelen. Allemaal voor de mens nuttige schimmels. Maar niet allemaal zijn ze nuttig, ze zijn ook wel eens schadelijk. Candida, wat je kunt krijgen, schimmelnagels, meeldauw die planten ziek maakt, die zijn allemaal niet zo nuttig voor ons. Die schimmel, hij had een celwand, weet je nog wel. Hij had ook een celkern, bladgroenkorrels zagen we niet, een vacuole had hij wel en hij bestaat uit één of uit veel meer cellen. We gaan kijken naar de planten, het derde rijk. Een plantencel, die heeft een celwand, daarbinnenin een celmembraan, hij heeft een vacuole, hij heeft celplasma, oftewel cytoplasma, en een celkern, maar we zijn er nog niet, want als enige heeft de plantencel ook bladgroenkorrels. Nou, een celwand, celkern, bladgroenkorrels en hij is één of meer cellig. Als hij zich voortplant, doet hij dat geslachtelijk, dus je hebt twee plantjes nodig. Celwand ja, celkern ja, bladgroenkorrels ook, een vacuole ook, dus die heeft alles, geeft hij ja staan. En een plant bestaat uit één of uit heel veel cellen. De dieren, het laatste rijk. Hij heeft een celmembraan, geen celwand, celplasma en hij heeft een celkern. Eigenlijk zitten wij maar simpel in elkaar als je het zo ziet. Geen celwand, wel een celkern, geen bladgroenkorrels, geen vacuole en een dier bestaat uit één of veel meer cellen. We kunnen nog een schemaatje maken, dit is wel handig als je dit uit je hoofd kent. Dan kun je heel snel het juiste rijk bij een organisme vinden. Veel succes met studeren.